In deze tutorial gaan wij schelparmbandjes maken. Wat heb je hiervoor nodig? Eventueel een clipboard, een aansteker, koord, een schaartje en schelpen. We gaan beginnen met ongeveer 30 cm van het koord afknippen. In dit voorbeeld maak ik gebruik van waxkoord. Dit waxkoord haal ik door mijn schelpje heen. En ik zorg dat de twee uiteindes bij elkaar komen te zitten. Als ik dat gedaan heb, dan ga ik een knoopje maken. Dit knoopje maak ik door het koord om mijn vingers heen te bewegen. En dan het uiteinde van het koord door het knoopje heen te steken. En dan zorg ik ervoor dat de knoop zo dicht mogelijk tegen de schelp aan zit. Dan ziet het er zo ongeveer uit. Dan knip ik vervolgens ongeveer 60 tot 70 centimeter waxkoord af. Dit haal ik wederom door mijn schelpje heen. En ook hier zorg ik dat de uiteindes weer bij elkaar zitten. Als ik dan tevreden ben over hoe de uiteindes eruit zien, ga ik ook hier weer een knoopje inleggen. En ook dit knoopje zorg ik weer dat strak tegen de schelp aan zit. De basis voor de armband is hierdoor nu klaar. Vervolgens neem ik een nieuw schelpje en ik kies in dit geval voor mijn panterschelpje. Eén koordje pak ik apart en dat haal ik boven door het schelpje heen. En het andere koord, dat haal ik aan de onderkant door mijn schelpje heen. Nu heb je dus één koord aan de onderkant zitten en één koord aan de bovenkant. Door een schelpje tegen het knoopje aan te drukken, komt ook dit schelpje stevig te zitten. En dan kan ik ook hier weer een knoopje inleggen. Dan ziet het er zo uit. Deze stap herhaal ik wederom, nu met een goudschelpje. Dus ik ga weer één koordje door de bovenkant erheen halen. En het andere koordje, dat haal ik door de onderkant van het schelpje heen. Hierdoor ontstaat als het ware een kruiseffect en dat ziet er zo uit. Als ik dan tevreden ben, kan ik het schelpje weer tegen het knoopje aanhalen en ook hier weer een knoopje inleggen. En dit herhaal ik totdat ik de gewenste lengte van het armbandje of enkelbandje bereikt heb. Voor een volwassen pols zijn er ongeveer 5 à 6 schelpjes nodig. Dit is afhankelijk van de grootte van een schelpje. In dit geval gebruik ik 6 schelpjes. En als ik dan tevreden ben met de lengte van de armband, is het tijd om het af te gaan werken. Dit kan middels een schuifknoop of bijvoorbeeld door het aanbrengen van eindkapjes. Voor het afwerken van het armbandje kies ik hiervoor de schuifknoop. Ik knip ongeveer 25 cm waxkoord af. En ik leg de uiteindes van het koord diagonaal over dit 25 cm lange koordje. En dan ga ik beginnen met de schuifknoop door het maken van een viertje en weer een viertje in de tegengestelde richting. Mocht je meer willen weten over hoe je een schuifknoop kan maken, klik dan op de link die hierboven in beeld verschijnt. Als ik tevreden ben over mijn schuifknoop, kan ik ook deze weer af gaan werken. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het gebruiken van een aansteker, het sealen als het ware, sieradenlijm of blanke nagellak. In een voorbeeld gebruik ik de sieradenlijm op mijn schuifknoop, waardoor deze niet los kan gaan. Als dit uitgehard is, dan kan ik de knoop afknippen. En dan is het schelparmbandje klaar. Mocht je dit nou een leuke video vinden, vergeet dan niet om een duimpje achter te laten onder deze video en je te abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het kijken!